hebben samen een heel bijzonder initiatief genomen. Ina, wil jij beginnen? Wat hebben jullie gedaan? Ik heb in de voorlichting op basisscholen over Syrië voor de oorlog, na de oorlog. En hoe was het land voor de oorlog? En over scholen, over mooie dingen. En gebruik ik een lied die UNICEF heeft die lied gemaakt, in Arabisch. Maar er staat ook tekst, die kunnen kinderen ook lezen. Wat betekent dit lied? En toen heb ik gemerkt dat kinderen, die lied maakt veel indruk in kinderen. En worden steeds de vluchtelingkinderen meer begrijpelijk van hun situatie. Dus ook toevallig ben ik bij Emily gekomen. Emily doet Mama Café in Tabib. En ik heb haar auto genodigd naar de verjaardag van mijn jongste zoon. En ja, steeds worden mijn kinderen toevallig weten dat mijn kinderen zitten met haar, bij hun kinderen in jullie de school. Jullie kinderen zitten ook in de klas? In de school, ja, zelf de school. Ja, toen worden steeds vriendinnen. En ik heb ook andere keer bij de bibliotheek Ralta een voorlichting over Syrië. Toen heb ik Emily uitgenodigd en heb ik ook die keer een aantal mensen laten zien. En direct Emily. Wat dacht jij toen je dit hoorde? Nou, wat ik vooral dacht was, dit maakt zoveel indruk. Ik lijk even te voelen gewoon wat ze daar meemaken. Want we kunnen het horen op televisie, ze kunnen het me vertellen. Maar dat het echt heel erg hier binnenkwam, dat was op het moment dat ik dit lied hoorde, wat van UNICEF is. En toen dacht ik, dit lied moet veel groter worden, wat jammer dat we dit nog niet kennen. En toen zijn we eigenlijk op het idee gekomen om dit in het Nederlands te vertalen, maar ook een deel in het Arabisch te doen, omdat het eigenlijk, ja, het is hun lied. Ja. En we hebben het te leren. En we hebben herhaald, was het al een enorm succes. Wat vertel even, jullie kinderen zitten bij elkaar op school. Wat gebeurde er op school toen jullie met dit lied aankwamen? Wat had dat voor effect? Nou, ik denk dat het besef gewoon groot was. Er werd over gepraat van God. Syrische kinderen werden in een ander daglicht gezet. Niet van, ik denk dat kinderen nooit echt heel goed over na hadden gedacht wat het precies inhield dat ze vluchteling waren geweest of dat ze uit Syrië kwamen. En ik denk dat die discussie vanaf dat moment op de school echt losgekomen is. En ze zijn samen gaan zingen, alle klassen. Om op de grote dag waarop het lied werd gepresenteerd, om het met z'n allen te kunnen zingen. En het was een fantastische dag, denk ik, hè? Voor ja, het was. Nou, als je dit lied hoort, wat voel je dan? Ja, ik werkte in Syrië als leerkracht, lesgeven, mijn hele leven met kinderen. En als ik dit lied zie, dan komen alle gezichten. Ik heb dat eerder gezegd, alle gezichten komen bij mij. Mm. Ja, die kinderen worden echt nu ouder. Maar ik kan niet vergeten die gezichten en die. Het is natuurlijk een hele treurige aanleiding waarom dit lied ooit gemaakt is. Maar ik heb ook wel begrepen dat het in het Midden-Oosten nu ook wel echt een lied van hoop is geworden. Ja, wij vonden het ook heel mooi om dat het iets positiefs was. We horen zoveel nare dingen over dit onderwerp. Maar uiteindelijk moeten we met z'n allen opstaan en er iets positiefs van maken. Ja. En niet alleen de kinderen daar moeten worden geholpen, maar wij denken dat ook de kinderen in Nederland moeten worden geholpen om het setje te krijgen om mee te gaan in onze maatschappij. En ik hoop ze hiermee dat ze hier zich krachtig doorvoelen en de boodschap gaan verspreiden. En dat het een onderwerp wordt in Nederland. Ja, het is een lied ooit geschreven door een Syrisch meisje. En het is vertaald in Ralta, of wat meisjes. En vandaag wordt het gebracht door deze mooie groep die hier inmiddels op het podium heeft plaatsgenomen. Hebben jullie veel geoefend deze week? Ja. Dus dit wordt het beste optreden ooit. Het is een belangrijke dag vandaag. Vrijwilligers en donateurs van de UNICEF. Dus dit is het moment om te shine met jullie nummer. Ja? Zijn jullie er klaar voor? Ja. Geef ze een heel groot applaus.
dat jullie er waren en onwijs bedankt voor jullie het opje hebben genomen. Okay.